We vragen in deze aflevering aan Sophie van Krunkelveld, kandidaat 2 op de lijst van Wij Tilt Wingen, om wat tekst en uitleg te brengen op een selectie van vragen die ze per e-mail kreeg in de voorbije weken. Ik ben Sophie, geboren en getogen in Sint-Joris Wingen. Velen kennen mij ook als Sofieke van Christineke. Het verenigingsleven werd me echt wel met de paplepel ingegeven. Zelf was ik als kind lid van Giro SJW en heb ik heel mijn jeugd doorgebracht bij CMOVE. Intussen ben ik zelfs bestuurslid bij CMOVE. Professioneel ben ik IT-manager in de audiovisuele sector in Brussel. Dat is nu toch wel de meest gestelde vraag die ik de afgelopen weken, zelfs maanden, gekregen heb. We kunnen met z'n allen niet ontkennen dat onze gemeente heel snel evolueert. En ik zelf ben zeer grote voorstander van open discussies. Een divers publiek brengt dan net teweeg die open discussie. En daarom ben ik eigenlijk ook overgestapt naar Wij Tilt Wingen. Bovendien, omdat Wij Tilt Wingen zo'n divers publiek heeft, geeft dat net boeiende gesprekken. Dat vind ik oprecht een heel moeilijke vraag. En dat is ook een van de redenen waarom ik zelf geen huis-aan-huis bezoeken doe. Omdat ik geen loze belofte wil maken. Ik zelf stoor me daar ook aan die loze belofte. Nu, we hebben allemaal gezien dat er een open brief rondgegaan is. Dus op dat gebied, de mare ligt mij heel nauw aan het hart. Er zijn ook voldoende mogelijkheden om de mare aan te pakken. Maar en dit is de grote maar, we mogen niet alleen rond de eigen kerktoren blijven kijken, maar we moeten het ook breder kijken. En dat is ook vaak het probleem dat de gemeente en de mensen geen zicht hebben op de beweegredenen waarom iets gebeurt. Het jongensschool in Tilt. Al veel over gesproken, al veel over geschreven. En ook ik word af en toe aangeklampt met de vraag over het jongensschool. Maar ik ga de discussie niet uit de weg. Gezien ik zelf actief ben in het verenigingsleven, weet ik hoe belangrijk een zaal is. Het is als het ware een derde thuis. Ik ben er ook rotsvast van overtuigd dat de beslissing genomen is voor het behoud van het school. Ik ben er ook zeker van dat goede afspraken tussen de nieuwe eigenaar, gemeentebestuur en de verenigingen, dat tot een goed einde zal komen. Ik ben hier heel nuchter in.
Mijn streefdoel is om op een plaats terecht te komen waar ik iets kan betekenen voor de gemeente, voor de inwoners. Als schepen of als gemeenteraadslid. Ik heb er zelfs geen moeite mee om achter de schermen te werken, om mensen te ondersteunen en om samen te werken. We moeten er niet moeilijk over doen. Voor mij ligt dat aan gebrek aan communicatie. En dat is ook net een van mijn streefdoelen om een platform te creëren. Het is nog steeds veel te moeilijk voor inwoners om aan de juiste informatie te komen die zij ook begrijpen. Want inwoners weten niet hoe een beslissing net genomen wordt. Ik hoor ook nog steeds van die dorpsgenoten dat hun deelgemeente soms achtergesteld of net genegeerd wordt. We moeten elke deelgemeente blijven respecteren in hun identiteit.